Goedemorgen, deze woensdagmorgen. Het is de negende keer dat ik dat zeg. Onder ogen programma van Pop-Up TV vanuit de studio het Broersveld. Vandaag hebben wij als onderwerp een concert door het Dutch Barok Ensemble. Gerard de Wit zit bij mij aan tafel en die gaat voor ons spelen. We hebben het over de zorgfraude en de pilot die Schiedam daarin heeft. Nathalie Lans en broeder Johannes die komen aan tafel zitten om te praten over het boek Broeder Johannes, een trappist met een bijzonder verhaal. En als toegift speelt Gerard zelfs twee keer, hebben we vandaag net afgesproken. En we beginnen met Gerard, de eerste gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Stel jezelf even kort voor. Ik ben Gerard de Wit, ik ben de artistiek leider van Dutch Barok. Die stichting bestaat sinds 2014. Ik ben de laatste Nederlandse leerling van Ton Koopman. En zoals u misschien weet, Ton Koopman is een beroemde dirigent, organist, klavecinist. Eigenlijk precies wat ik ook ben. En heel bijzonder dat ik zijn laatste Nederlandse leerling ben. En waarom? Dat hij. Het feit dat ik al Nederlands ben is bijzonder. Een Nederlandse docent met een Nederlandse leerling is bijzonder. Omdat hij heeft heel veel internationale leerlingen gehad. Ja. Heel veel. Je moet je voorstellen, het conservatorium in Den Haag is de voorloper van internationaal zijn. En dat ik dus een Nederlandse leerling ben is bijzonder. En dat we elkaar hebben gevonden, dat er een vriendschap is gebouwd, is ook heel bijzonder. Heel bijzonder, ja. Ja. Maar hij heeft nog wel leerlingen? Hij heeft geen leerlingen meer. Hij is ook geen docent meer aan het conservatorium. Okay. En ik heb net een tourneetje achter de rug naar New York en Boston. En daar hebben we de hoge messen gedaan van Bach. En heel bijzonder dus eigenlijk dat ik mee mocht. Het was als cadeau omdat ik zijn laatste leerling ben. Dat is nog eens aardig. Dat is heel vriendelijk, ja. Moeten een hoop scholen gewoon een voorbeeld aan nemen. Hun laatste leerlingen een leuke cadeautje geven. Ja, precies. Ja. Maar jij geeft ons ook een leuke cadeautje straks. Je gaat op een heel mooi instrument spelen waar we straks heel even over gaan hebben. Ja. Maar ja, er komt een concert aan. Ja, er komt een concert aan, 17 december. En een heel bijzonder concert. De Messiah wordt veel uitgevoerd dit jaar. Als je Rotterdam kijkt, Delft. En ik weet niet allemaal waar de Messiah wordt uitgevoerd. En vaak is het een versie die iedereen kent. Omdat het uitgaven zijn zoals Berenreiter, de Peterse editie. Dat zijn versies die samengesteld zijn uit de handschriften. Maar dat zijn de meest mooie stukjes. Ja, ja. Je moet weten dat de Messiah door Händel vaak is bewerkt. Er zijn veel handschriften bekend. En het leuke is, ik ben teruggegaan naar die handschriften en gekeken van wat staat er nou in het oorspronkelijke handschrift. Dus je moet die handschriften bij musea opvragen. Het autograaf is op internet te vinden zelfs. Dus tegenwoordig hebben we de mazzel dat er op internet veel van die oude handschriften al te vinden zijn. Okay. Als je dus die handschriften volgt, dan kom je op een speciale versie. De eerste versie, 1741. En bijzonder is dat daar ging iets voor aan vooraf. Händel, die was in 1739 behoorlijk ziek. Hij, zijn rechterhand deed niet meer, verlamd. Hij raakte zijn verstand kwijt. Het is eigenlijk een wonder dat Händel nog überhaupt muziek geschreven heeft na 1739. En zijn librettist, Dennis, ook een goede vriend van hem, die zei toen hij weer beter werd na een kuur in Aken, want dat was heel bijzonder, hij genas dus van die beroerte. Hij zei, ik heb hier geestelijke muziek, schrijf daar eens een mooi werk op. Dat was zijn grote wens. En eigenlijk een hele bijzondere wens. Het is ook het enige werk wat Händel gecomponeerd heeft wat een geestelijk werk is. Want daarvoor was het allemaal Italiaanse opera. Okay. Dus zo gezegd, zo gedaan. De tekst werd door Dennis aangeleverd. En het werd dus een geestelijk werk. En een heel bijzonder werk wat in slechts 24 dagen tijd is ontstaan. Nou, dat gaan we dus uitvoeren in de versie uit 1741. Okay. Dus eigenlijk Händels eerste versie. En bijzonder is, volg je dus alle andere versies tot en met 1750, 54, dan zie je dus dat hij telkens iets verandert. Een aria die dan een paar maatjes anders klinkt. En dus deze versie, deze Messiah die wij hier gaan uitvoeren, ik kan wel zeggen dat het voor velen de oerversie. Het is de oerversie, dat het voor velen een première zal zijn. Ja, ja. Dus muziek die op veel momenten anders klinkt dan dat je gewend bent dat die klinkt. Ik zit een vergelijking te maken. Wij hebben tegenwoordig Stef Bos, een zanger uit België, die blijft heel lang paleizen. Die heeft een lied wat klaar is, maar die is jaren aan het paleizen dat het toch steeds weer net iets mooier wordt. Ja, ja. Dat heeft Händel dus eigenlijk met zijn Messiah ook gedaan. Ja, elke keer weer een beetje aanpassen, toch wat schuren.
schuren? Ik denk dat dat gewoon muzikus eigen is. Ik ben ook componist en ik weet hoe dat werkt. Je schrijft iets en als het in 24 dagen tijd, je kunt je voorstellen dat er enige druk op heeft gestaan om dat in zo'n korte tijd te presteren. Dat klopt ook, want hij heeft dit werk geschreven voor een uitnodiging in Dublin, waar hij dus abonnementsconcerten mocht gaan geven. En dus er heeft enige druk op gestaan. Als je dan zoiets schrijft en je gaat het uitvoeren, dan denk je, oh, maar dat had ik beter kunnen doen. Pas ik nog eventjes een beetje aan. En dan zie je dat plotseling aria's die door een bas gezongen werden, door een sopraan gezongen worden, of die door een alt gezongen werden, door een tenor. Dus het wijzigt heel de tijd. En je blijft er inderdaad aan schuren. Dat zie ik bij mezelf ook. Ik schrijf ook bewerkingen voor psalmen en geestelijke liederen. We gaan 23 december ook met junior singers in Papendrecht een concertje doen. En daar heb ik eigen bewerkingen voor gemaakt. En je ziet, iedere keer blijf je toch weer corrigeren. Ja. Dat is helemaal waar. Blijf aanpassen. Mensen die nu heel nieuwsgierig zijn naar deze uitvoering van Messiah, zijn er nog kaartjes? Er zijn nog kaartjes. We hopen natuurlijk op een volle kerk. Ja. Mensen kunnen op de website www.dutchbarok.nl kaarten bestellen. En bijzonder is, het zijn allemaal jonge talenten. Jonge muzici, solisten. Het orkest is jong. Het speelt allemaal op oude instrumenten, zoals wij dat dan ook noemen, historische instrumenten. En het zijn dus kopieën naar. Hè? Dus je moet je voorstellen, er is ooit een keer iemand geweest, die ging naar een museum en die ging al die oude violen weer opzoeken met darmsnaren in plaats van stalen snaren. En daar zijn kopieën nagemaakt, net zoals mijn klaversymbool waar ik op speel. En dan heb je gewoon een mooi sound. En dus een historische sound. Geluid van de 18e eeuw. Ja. We krijgen nu iets op een kistorgel. Dat is geen klaversymbool, maar ook een heel bijzonder instrument. Ja, dit is heel bijzonder. Want we kennen wel een orgel wat uit de tijd van Händel komt. Dat was een orgel waar je een glaasje had. En dan kon je als organist naar de dirigent kijken. En daarnaast, dus er zat gewoon pijpwerk. Dus je had maar één contact. Als je hem goed afstelde, zag je de dirigent. Dat is één voorbeeld van hoe je contact kunt hebben met de dirigent. Dit orgel is ideaal, omdat je kunt overal mee naartoe nemen. Nu hier naar de studio. Je doet dat even met twee man en je zet het zo in de auto. En het is ideaal voor het contact met het orkest en met de muzici in het koor. Dus heel fijn. En het is een orgel wat helemaal vol zit met leuke pijpen. Zo. Ja, het is echt allemaal hout. Dit orgel is gebouwd door Henk Klop. Die heeft een bouwplaats in Garderen bij zijn woning. En hij maakt ook kerkorgels, klaversymbols. Het ambacht bestaat nog. Ja, het ambacht bestaat nog. Ja, kijk, ja zeker. Ja. Wat ga je voor ons spelen? Het Halleluja. Het is een heel bekend stuk natuurlijk dat iedereen kent en wat in de Messiah voorkomt. De Messiah bestaat uit meerdere delen, want het gaat niet alleen over kerst. We hebben het nu aangekondigd als kerstconcert, maar het gaat ook over het lijden en sterven van Christus. En ook over de wederkomst van Christus. Ja. Maar het Halleluja in het deel van Weihnachten. Ik denk dat het bekendst is. Ja, zeker. Jij mag plaatsnemen achter het orgel. En dan gaan wij dus luisteren en de Messiah, hij is 17 december te zien in de Grote of in de Sint-Janskerk. Wordt uitgevoerd door het Dutch Barok Ensemble. Wilt u meer weten, kijk dan op www.dutchbarok.nl. En ook daar kunt u de kaartjes bestellen. En wij gaan luisteren naar Gerard Wit op zijn orgel met de Halleluja uit de Messiah. Thank you.
Gerard de Wit. En wij gaan even naar Shana, want er is wat over de zorgfraude en de zorgverzekeraars te vertellen. Ja, de gemeente Schiedam is een pilotgemeente als het gaat om de aanpak van zorgfraude. Gisteravond waren we op een bijeenkomst hierover in het stadskantoor. Ja, dankjewel. We zijn hier op het stadskantoor en daar is, we zijn eigenlijk een stapje terug in de tijd, want het is gisteravond nu. Daar zijn we voorgelicht over fraude eigenlijk in de PGB vooral, hè, de fraude in de zorg. Patricia Vaken, hoe zit het nou precies in elkaar? Zijn het nou die Schiedammers die zoveel frauderen? Nee hoor, het is een vraagstuk waar wij aandacht voor willen hebben. Om te kijken waar hebben we het nou over. Want we willen eigenlijk de zorg die we geven aan zorg en ondersteuning voor onze inwoners ook op die plek terecht moeten komen waar ze horen. Ja. Dus we wilden in beeld krijgen van als fraude aan de kaak stellen, waar hebben we het dan precies over? Nou, dat hebben we uitgezocht en een van de eerste resultaten of inzichten die we hebben gekregen is dat fraude eigenlijk gepleegd wordt vaker bij zorginstellingen dan bij inwoners. Dus dat was al een helder moment. En ook nieuwe taken die we hebben gekregen op het gebied van begeleiding en beschermd wonen, waar veel geld in omgaat, ook daar zien we dat, dat fraude voor kan komen. Schiedam heeft meegedaan met een pilot, dat heeft al 1,5 jaar geduurd. Ja, we hebben even een aanstart, tenminste een start moeten maken. En dat is eigenlijk meer om te onderzoeken waar heb je het nou over. Hè? Want fraude kan ook zijn misbruik, het kan zijn fouten maken. Het kan mensen die niet bewust zijn wat ze iets doen. Nou ja, en dat soort dingen moesten we eerst uitzoeken. Waar heb je het precies over voordat we met de aanpak bezig konden zijn. Nou, dat hebben we nu gedaan. En Schiedam heeft zich gefocust eigenlijk op de preventiekant. Dus hoe zorgen we nou voor dat we ons bewust zijn van de nieuwe taak die we hebben. Dus is de kwaliteit goed verzorgd in de zorg en is het doelmatig en rechtmatig. Ik ga echt bij de mensen langs om te kijken of de zorg die zij krijgen voldoende is, of die kwaliteit klopt en of de aantallen kloppen met wat zij hebben. Ja. En dan maak je denk ik af en toe rare dingen mee. Af en toe kom ik vreemde dingen tegen waarvan ik denk, ja, dit kan niet helemaal de bedoeling zijn, maar ook hele schijnende gevallen. Ja. Want de meeste mensen die bedoelen het eigenlijk goed, die vertrouwen een zorgaanbieder die zegt van ik ga het allemaal voor je regelen, laat mij het allemaal maar doen. Maar dat gaat in de praktijk niet helemaal goed altijd. Ja, dat klopt en dat ze kunnen hele grote dingen, maar ook hele kleine dingen zijn. Denk bijvoorbeeld aan iemand die hulp in het huishouden krijgt voor 4 uur in de week. En daar eigenlijk heel erg van overtuigd is dat hij dan 3 uur hulp krijgt en dat 1 uur wordt weggeschreven voor de administratie. Daar is de wet niet voor bedoeld, daar zijn die 4 uren niet voor bedoeld. Is de budgethouder, dus de cliënt, ook helemaal niet van bewust dat hij fraude pleegt. Maar dat uur, ja, dat mag niet weggeschreven worden. Chris Omen, ja, jullie maken ook heel veel fraude mee. Jullie hebben zelfs, zei je net, 7, 8 medewerkers daarvoor die daarvoor speciaal in dienst zijn. Ja, wij hebben een afdeling bijzonder onderzoek en die bestaat uit 7 tot 8 personen als je in fulltime equivalenten denkt. En jullie hebben eigenlijk 80% van de PGB-aanvragen hebben jullie allemaal onderzocht. Wat kwam daaruit? Nou, dat hebben we mede gedaan met zorginstellingen waar we de expertise van gebruikt hebben. En dat hebben we langzaam opgezet, want dat zijn dus 2000 dossiers die we bekeken hebben. Dus dat zijn we de eerste weken met maar een paar dossiers gaan doen en dat steeds verder uitgebreid. Om al die gesprekken goed voor te bereiden. We hebben het administratief onderzocht en dus in gesprekken met PGB-houders. En daar is eigenlijk uitgekomen dat zo'n 10-11% van het uitgegeven budget was niet correct. En over wat voor bedrag hebben we het dan? Nou, dat is moeilijk precies in een bedrag te vatten, omdat die bedragen en die indicaties soms jaren lopen. En dan hebben we ze nu gestopt. En dan is de vraag wanneer zou het gestopt zijn als we het nu niet hadden gestopt. Dus het is, en je kunt heel moeilijk rekenen over 10 jaar, wat zo'n indicatie kan lopen, hoeveel het dan gekost zou hebben.
Dus ik begrijp dat iedereen altijd precies wil weten hoeveel miljoen dat is. Maar dat is niet zo precies te zeggen. Maar het gaat om hele grote bedragen. Het gaat om grote bedragen. Wat zien jullie aanbevelingen? De aanbevelingen zijn verschillend. We hebben aanbevelingen richting het ministerie gedaan. Goh, help ons nou om andere gemeenten hier bewust van te laten worden. Want het is geen sexy onderwerp, zeggen we zo eens maar, om te benoemen. Van ja, hoe ga je mensen nou bewust laten worden dat hier een opgave ligt, ook voor de gemeente, om die kwaliteit te borgen. Zorgen dat die gelden terechtkomen bij die mensen waar het hoort. Nou ja, dat is een van de aanbevelingen. Maar ook hoe zorg je nou dat toezicht komt? Want toezicht hebben wij in de WMO door een onafhankelijke toezichthouder. Nou ja, die zou je eigenlijk ook willen op bij de jeugd. En hoe ga je dat dan weer vormgeven? Nou ja, er zijn verschillende aanbevelingen die we richting het Rijk doen. Om ons te helpen, om ons meer handvatten te geven om hiermee aan de slag te gaan. Nou ja, dat hebben we eigenlijk in een mooi rapport gemaakt. Dat noemen we richtingwijzer, richting rechtmatige zorg. En nou ja, daar geven we eigenlijk een handvat ook richting het ministerie, maar ook richting andere gemeenten om hiermee aan de slag te gaan. De lange versie is te vinden op popoptv.nl. Oké, dankjewel Shana en dankjewel Matthijs voor deze reportage. En binnenkort dus te zien bij Pop-Up en op het YouTube-kanaal. Aan tafel Nathalie Lans en broeder Johannes. Goedemorgen, leuk dat jullie er zijn. Broeder Johannes heeft een heel mooi boek geschreven. En Nathalie heeft het uitgegeven. En eerst, Nathalie, hoe zijn jullie elkaar tegengekomen? In het klooster. Echt waar? Want dit is een zeldzaamheid, hè? Dat wat de broeder deed je in het klooster uit is. Ik was daar voor een retraite. Ja. En broeder Johannes is daar onder andere de gastenbroeder. Dus die heb ik daar gesproken. Ja. En jullie zijn daar in contact gekomen? Jij was daar een paar dagen of een weekje om even tot rust te komen? Klopt. En toen zijn jullie in gesprek gekomen en toen hoorde je dat hij een boek had geschreven of dat hij daarmee bezig was? Nou, misschien wilde broeder het zelf. Ja, het is iets anders gegaan. Ik ben dus gastenbroeder. Ja. En ik ontvang de gasten. En ik leg uit wat de regels van het klooster zijn. En waar ze allemaal aan deel kunnen nemen. Dus het voornaamste bij ons is het getijdengebed. En ik kom zes keer bij elkaar in een gebedsruimte, noemt Benedictus dat. En nou, dan licht ik de gasten in van hoe dat allemaal werkt. En ook allerlei regels die daarbij gelden bij ons. En dan hopen we altijd, zeggen we dus ook altijd wel op het minimaal, dat jullie minstens twee diensten van ons bijwonen. Want voor ons is het gasten ontvangen het allerbelangrijkste in het klooster. En wij ontvangen de gasten alsof ze Jezus zelf zijn. Dus we zien in elke persoon Christus. En we proberen dus zo gastvrij mogelijk en zo vriendelijk mogelijk de gasten te ontvangen. Ja, okay. Ja. Maar ik stel even het vraag, want u was met een boek bezig, ja. Heeft uw levensverhaal. Hoe ben jij erachter gekomen? Ja, dat was een heel toevallige samenloop. Ik was toevallig die dag de eerste gast die arriveerde. En dat is best spannend als je daar nog nooit geweest bent, want je gaat echt zo'n hele grote poort eerst door en vervolgens kom je bij het klooster zelf. Nou, daar werd ik hartelijk ontvangen met een kopje koffie. En daar hadden we even een kort gesprek van, ja, wat is de beweegreden voor je komst hier? Dus zo worden ook een paar dingen gevraagd. Waar kom je vandaan? Schiedam. Nou, dat is toevallig, zei broeder Johannes. Ja. Ik weet er niet veel meer van, maar ik ben daar geboren. Ik ben met mijn tweede weggegaan. Maar dat was vooralsnog even het enige wat over Schiedam ging. En vervolgens, ja, wat doe je voor de kost? Of, nou ja, goed, ik ben schrijver. En, nou, dus een beetje dat verteld. En dat is wel weer heel toevallig. Want ik heb zojuist mijn levensverhaal op papier gezet. Nou, daar hebben we even over gesproken, maar niet te lang. Tot de orde van de dag. Ik kreeg sleutel voor mijn cel, heet dat officieel. Ja. En daar ben ik naartoe gegaan. En vervolgens is de bedoeling dat je in stilte ook deelneemt aan het leven in het klooster. En je krijgt sleutel om wel ook het natuurgebied in te gaan, kon wandelen. En verder spreek je elkaar dan eigenlijk niet meer zoveel. Nee. Maar toen ik na een paar dagen vertrok, heb ik wel een kattenbelletje achtergelaten. Ook voor de broeder, waarin ik gezegd, nou, ik ben heel benieuwd naar dat boek. En als het er is, dan hoor ik het graag, dan ga ik het aanschaffen. Maar dat liep iets anders. Okay. Waarom bent u een boek gaan schrijven over uw leven? Nou, ik als gastenbroeder, dan ontvang ik dus gasten, maar ook groepen. En dan hebben we met zo'n groep hebben we dan een gesprek over het kloosterleven. Dus kunnen ze allerlei vragen stellen, die ik dan probeer te beantwoorden.
En dan is meestal de laatste vraag die ze dan stellen van, hoe bent u ertoe gekomen om een klooster in te gaan? En dat was een streng klooster, want wij zijn van de strikte observantie, dus het allerstrengste wat er is. Okay. Ja. En dat was voor hun dan heel interessant om te horen, hoe kom je dan erbij om zo'n klooster in te gaan? En elk gesprek kwam dan elke keer de vraag naar boven van, god, dat zou je eigenlijk op papier moeten zetten. Dat is zo'n boeiend verhaal. Zo ook ingrijpend verhaal, ook een heftig verhaal. Dat ik dacht, ja, maar ik ben geen schrijver, dus dat is ook het probleem. Ik denk, nou, daar kun je wel aan beginnen. Dus ik ben eraan begonnen en ik ben eigenlijk met het boek meegegroeid. En langzaam maar zeker kwam de ene bladzijde naar de andere en steeds meer herinneringen kwamen naar boven toe. En zo is dat boek eigenlijk heel langzaam maar zeker ontstaan. En dankzij ook medewerking van anderen, want alleen had ik dat nooit gekund. En met name van Nathalie, die heeft het boek geredigeerd op een prachtige manier. En ik sta echt verbaasd. Het is voor het eerst dat ik het nu zie. En het is een prachtig boek geworden, schitterende foto's erin. En het verhaal schijnt heel boeiend te zijn, want anders had ze er natuurlijk nooit aan begonnen. Maar ik merk het ook als mensen het lezen, dan is de eerste reactie van, goh, wat is dat? Het is dat een prachtig boek, mooi verteld. Een heftig leven gehad. Ja, ik heb een heel heftig leven gehad. Ja. Ik ben dus in Schiedam geboren, 23 september 1938. En ik was ongeveer 1,5 jaar toen ze ons vonden. Ik woon uit een gezin van 6 kinderen. 4 meisjes en 3 jongens. En de laatste was een tweeling. En dus mijn tweeling en ik waren die tweeling dan. En ze hebben ons eigenlijk gevonden. Want ze lieten ons gewoon achter. We waren ook niet gewenst. Ze hadden liever gezien dat we niet geboren waren. Ja, ja. Dus we werden helemaal verwaarloosd. En ze hebben ons verwaarloosd gevonden, teruggevonden. Ja. Eigenlijk in een leegstaand huis. Zij gingen gewoon ergens naartoe en ze lieten ons gewoon achter. En kregen ook amper te eten of te drinken. En na die periode, toen ze ons gevonden hadden, toen zijn we onder de kinderbescherming gesteld. En mijn biologische ouders zijn toen uit het ouderlijk gezag Maar er werd... De kinderen werd wijsgemaakt van de ouders zijn omgekomen bij een bombardement. Ja, dus dat hebben ze mij altijd wijsgemaakt. En het naïeve van ons is, maar ja, dat geloof we wisten niet beter. En wij hebben dat altijd geloofd. Maar op een gegeven moment denk ik, ja, toen was ik 74. En ik denk, ja, ik wil toch wel eens wel weten hoe dat nou allemaal precies in elkaar zit. En dan ben ik dus 1 keer hier in Schiedam geweest, in het archief. En daar kreeg ik dus, toen wist ik nog niet eens dat ik vier broers had. Nee. Nog, ik wist alleen maar dat ik een tweelingbroer had. Nou, dan kregen we dat... kaartenbak. En toen zag ik in 1 keer mijn vader en moeder met name staan. Die 3 zussen en die broer. Ja, en ik verbaasde me tot en met, want toen nog contact gezocht met de andere broers en zussen? Nee, want dat is het bijzondere van het verhaal. De hoofdarchivaris, die merkte dat ik daar eigenlijk niet veel aan had. Dat ik eigenlijk wat meer wilde weten. Ze zegt, weet wat ik doe? Ik mag het officieel niet, maar ik ga in wat verder kijken. En toen kwam ze terug en toen keek ze heel heel geschrokken eigenlijk. Ze zegt, als ik u was, zou ik maar niet in dat verleden duiken, want dat is allemaal niet zo mooi. Okay. En ze heeft er iets van verteld, maar ik zeg niet het fijne ervan. Dus je kunt het beter niet weten als wel weten. En het is ook zo, vanuit de kinderbescherming en vanuit de sociale context, was ook verboden om daar contact mee op te nemen. Ze raden dat gewoon af, omdat het dan waarschijnlijk helemaal fout zou gaan lopen. Want ik had ook een crimineel kunnen zijn, bij wijze van spreken. En uiteindelijk is het dit geworden. Dus, ja. Ja, er staat ook niks van in het boek, neem ik aan. Ja, dat wordt er allemaal in beschreven. Ja, toch wel? Ook? Ja, zover u het... Wat ik me allemaal daarvan herinner, dat staat er allemaal in. Ook, dus wij, hoe we zijn... voelde dat, om geconfronteerd te worden met zo'n leugen eigenlijk al vanaf kinds af aan? Ja. Ja, dat was heel heftig toen we daar in dat archief bezig waren en dat zagen allemaal. Ja, dat was een hele openbaring voor mij. Dat had ik niet kunnen vermoeden dat zoiets mogelijk was. Hm. En dan vooral, mijn leven is dus een beetje problematisch begonnen. We waren dus 1,5, zijn we hier uit Schiedam weggehaald en dan zijn we 1 jaar in een ziekenhuis geweest. Dus dan kunt u voorstellen hoe erg onderkomen wij waren. Dus helemaal niet meer verzorgd op geen enkel punt. En ondervoed helemaal. Dus 1 jaar in het ziekenhuis gelegen. En daarna nog 1,5 jaar in het Ledwina-huis. Dus dat een opvangcentrum voor verwaarloosde jeugd. En, dus daar zijn we ook 1,5 jaar geweest. En toen zijn we geplaatst in een gesticht. En dat was een gesticht voor, eigenlijk heette het in die tijd debielen. Waren dat die daar zaten. Dus debielen thuis. Ja. En daar werden wij dus
weggestopt. Die zijn wel altijd met z'n tweeën gebleven. Wij altijd met z'n tweeën, gelukkig wel. Ook in de pleeggezin. Ja, ook samen. In de pleeggezin, ja. Nou, en ja, ik ben dus met een boer, hebben we dat allemaal meegemaakt. En op een gegeven moment hadden we, dat waren de fraters van Tilburg, die runden dat huis, dat gesticht. Maar er zaten zoveel kinderen dat ze eigenlijk niet de zorg konden geven die eigenlijk nodig was voor kinderen van onze makerij, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment was er een broeder en die ontdekte van, die denkt van, die jongens zijn heel anders, die zijn helemaal niet debiel of geestelijk gehandicapt. Ja, dus die zitten hier niet op de goede plaats. Toen heeft hij ons bij ze geroepen en hebben ze wat vragen gesteld en wat themaatjes laten maken en sommetjes. En dan, we hadden heel gauw door hoe dat allemaal in elkaar zat. Dus toen kwamen ze tot de ontdekking dat we helemaal verkeerd geplaatst waren. En toen was ik 11 jaar. En toen werden we daar, zorgde hij ervoor dat we daar uitkwamen. En toen kwamen we in de pleeggezinnen terecht. Dan heb je eigenlijk al een hele achterstand. Want ja, de normale kinderen hebben dan al een hele... Ja, er is ook geen studie of niks. De hele basisschool. Ja. Dus ik was 11 jaar toen ik eigenlijk op de basisschool begon. In het begin helemaal niet vaststaand dat u geestelijke zou worden en pastoor of zo. Want ook nog bij de Nederlandse spoorwegen iets gedaan. Ja, maar het is wel zo door die hele situatie. We hadden het zeer ellendig. We leefden eigenlijk meer op straat ook dan in huis. En we leefden van wat het de natuur opbracht. Dus zuring uit de weilanden. Hmm. Suikerbieten pakten we dus en die aten we op. En om ook eens te zeggen, je had ook een crimineel kunnen worden. Want bijvoorbeeld, als we een snoepwinkeltje zagen, dat was toen de tijd Chemin was een heel bekende snoepwinkel. En dan gingen we met onze vingertjes tussen dat ruitje door om een reepje chocola naar ons toe te halen. Snap je? Of bijvoorbeeld als de zakken buiten stonden met noten, een handje noten meenemen. Dus uiteindelijk, als je gesnapt was, dan had je ook een hele grote problemen kunnen krijgen. Maar het is altijd goed afgelopen. Ja. Dus dat was eigenlijk de situatie. We waren eigenlijk helemaal onder voet. En toen kwamen we dan in die pleeggezinnen. Nou, dat was eigenlijk nog een gaatje erger. Dus daar werden we alleen aangenomen vanwege het geld. Want in die tijd was het toch veel... Een soort kinderbijslag extra. Ja, in de tijd was het echt armoede ook in de meeste gezinnen. Jullie konden meebuffelen en van ons kregen ze, als de kinderen. Ja, en van ons kregen ze een bepaald budget. Maar dat gebruikten ze allemaal voor eigen gewin. Nee. En wij werden gewoon constant verwaarloosd en moesten alleen maar werken. Dus als kind zijnde. Wanneer is het geloof bij u op het pad gekomen eigenlijk? Ja, nou, het is heel vreemd. Ik voelde me eigenlijk nergens meer thuis. Ik voelde me ontheemd ook. Hè. Maar het gekke is, als ik in een kerk kwam, dan voelde ik me onmiddellijk thuis. Dan voelde ik me geborgen, veilig. Ik had het gevoel dat ik liefdevol omringd werd. Hè. Dus als er een viering was en ik kwam in de kerk, dan voelde ik me heel gelukkig. En ja, we hadden toen de tijd nog de plicht om elke dag naar de kerk te gaan. Dus de godsdienstige, dat werd wel goed gedaan. Hè. Dus dat ging gewoon door. En je ging dus elke morgen naar de kerk. Ja, en daar voelde ik me gelukkig en thuis. En zodoende is er bij mij iets ontstaan van een hele goede betrokkenheid met de kerk. En ik heb de kerk altijd heel hoog gehouden. En ik ben er altijd blij dat ik... Dan moet je toch nog een hele studie gaan afleggen voordat je... Want je bent nu broeder in de trappistenorde, maar... Ook meerdere functies gehad in de kerk. Ja. Dan moet je toch eerst een behoorlijke opleiding volgen. Dat is een lange weg geweest. Ja. Dus ik ben eerst. Ik ben jarenlang in die pleeggezinnen geweest. En dat was echt een hel op aarde, kan je haast van zeggen. En toen op een gegeven moment kwamen we in een gezin. En werd het een hemel op aarde. Dus dat bij de familie Prins. Ja, en die hadden geen kinderen. En die namen ons aan. Maar ze hadden eerst een familieberaad gehouden. Om te kijken van wat halen we binnen. Hè? Want. Twee van die straatzwervers, van die straatschroeiertjes. En dan hadden ze familieberaad gehouden. En de familie zei, nou, ik zou er nooit aan beginnen. Want dan ben je wel slecht af als je daaraan begint. Nou, uiteindelijk hebben ze toch besloten ons wel te nemen. En daar zijn we eigenlijk, daar begon eigenlijk pas ons echte leven. En toen waren we al 15, 16 jaar. Dus toen begon pas het echte leven. We kregen voor het eerst volop te eten. En het was zo erg dat we het eten ook niet konden verdragen. Nee, dat moesten we leren. We moesten leren eten gewoon. Hè. Zo ernstig was het eigenlijk toen. Nou, en daar kregen we ook de mogelijkheid om te gaan studeren. En toen ben ik op de ambachtsschool. Dat was toen nog de ambachtsschool, wat nu de LTS is. Daar ben ik een technisch beroep gaan studeren. En als machinebankwerker ben ik... En mijn tweelingboer als elektricien. Nou, daar ben ik 2 jaar...
ben ik daar op geweest op die school. En het was ook een hele beruchte school, want de meeste kinderen, ik woonde in Haarlem toen. De mensen van gegoede stand, die gingen echt niet naar die school, die gingen naar Hoofddorp. Dat was een elite school. En dit was echt, daar zat van alles bij elkaar. Maar ik heb daar toch mijn eindexamen gedaan, in de techniek dan. Daar heeft het klooster dan ook weer profijt van. Die hebben een handige broeder in hun orde. Ja, maar dat valt wel mee, hoor. Ik heb er meer in de praktijk als priester profijt van gehad dan in het klooster. In het klooster krijg je gewoon een bepaalde taak aangewezen en die heb je maar te vervullen. Dus of je daar geschikt bent of niet voor geschikt bent. Goed, en daarna ben ik dus bij de Nederlandse Spoorwegen gekomen. Want mijn pleegvader, dat was een echte spoorman. Hij zegt, als je naar de spoorwegen gaat, zegt hij, dan heb je vast werk en dan zit je goed en dan ook voor de toekomst. Dus toen ben ik naar een bedrijfsschool gegaan. Dan kreeg je twee dagen in de week kreeg je theorie en de andere vier dagen de praktijk. En ik heb daar dus gestudeerd voor instrumentmaker, lasser en plaatwerker. Ja. Dus dat was mijn beroep daar. En ik heb vooral veel onderhoudswerk gedaan aan de treinstellen. Maar wanneer bent u dan bij de NS overgestapt naar de kerk? Hoe is dat gegaan? Op een gegeven moment bent u... Die pleegouders waar wij kwamen, dat waren zeer gelovige mensen. Ja. En erg kerkgetrouw. En wij groeiden als het ware mee in die kerk en met die kerk en met alles wat erop en eraan zit. En als je dan voor het Vaticaans Concilie was dat een heel andere periode als na het Vaticaans Concilie. Dus daar is mijn liefde voor de kerk steeds groter geworden en dieper. En ik denk dat daar ook de oorsprong van mijn roeping ligt. Maar daarna, in 1958, had je nog de dienstplicht. En toen kwam ik bij de Nederland, moest ik naar de luchtmacht ben ik toen gekomen. En heb ik 24 maanden gediend. En daar was ik boordwerktuigkundige. Dus gespecialiseerd op de motor. Dus ik heb heel veel testvluchten met testpiloten gemaakt. En als ik nou nog over mijn roeping praat, dan zeggen de meesten van, ja, dat is wel logisch, want je hebt heel dicht bij God gezeten daarboven. Hè? Dus, maar die roeping is eigenlijk alsmaar ontstaan en gegroeid. En je moet eigenlijk steeds weer opnieuw een roeping bevestigen. Hè? Dus als je kunt het ook naast je neerleggen, maar elke keer voelde ik van binnenuit van, ja, ik wil iets. En die techniek vond ik wel mooi, maar ik voelde steeds iets anders. En ik merkte ook als ik met mensen aan het werk was, dat ze heel vaak bij me kwamen en er ontstonden de hele gesprekken aan de werkbank over de kerk en over de situatie van de kerk en over de pauze en noem maar op. Hè. Dat waren altijd hele godsdienstige gesprekken. Hele andere dingen. Ja. En zo is dat eigenlijk, die roeping, gegroeid. Ja. En toen ben ik dus na militaire dienst, daar heb ik mijn roeping eigenlijk, echte roeping gekregen door een aalmoezenier die kwam. Een nieuwe aalmoezenier kregen we. En dan kon je kiezen. Je was verplicht om de godsdienstlessen te volgen. Er waren de gevo-lessen, geestelijke verzorgingslessen waren dat. En daar moest je naartoe, maar je mocht naar de dominee gaan of naar de aalmoezenier. En wij gingen naar degene die daar na afloop koffiekoek trakteerde. Ja, dus met andere woorden, het interesseerde ons allemaal niet zo. Het aardse moest wel met het geestelijke gecombineerd worden. Ja. Maar op het eind van die periode kregen we een nieuwe aalmoezenier. Dat was een hele boeiende verteller. En die vertelde toen over het evangelie van die rijke jongeling die bij Christus komt en die zegt, ik wil u graag volgen. En dan zei Christus, ja, maar dan moet je wel alles verkopen wat je bezit, hè, en dan mij volgen. Ja. En die was teleurgesteld, want hij was heel rijk. Dus hij is daar niet op ingegaan, op die roeping. Nou, en dat sprak me heel erg aan. Maar toen zei hij op een gegeven moment een heel klein zinnetje. Hij zei, ook voor jullie bestaat een mogelijkheid om priester te worden. En dat zinnetje is in mijn hoofd blijven hangen. En ik denk, god, zou dat wel voor mij zijn? Oké. En dan ben ik naar die aalmoezenier toegegaan op het eind van mijn diensttijd. En we raakten in gesprek zo met elkaar. Ja, ik zeg, meende u dat nou wat u zei? Ja, hij zegt, zeker. Hij zegt, er zijn tegenwoordig colleges voor late roepingen. En als je wilt, kun je daar beginnen. En zo ben ik dus bij de paters van de hele familie in Limburg terechtgekomen. En daar ben ik mijn gymnasium gaan doen. Maar dan de vraag natuurlijk, hoe kom je dan trappist te worden? Hè? Ja, maar toen ik mijn vierde gymnasium zat, toen kreeg ik een boek in handen van Thomas Merton, Louteringsberg. En daar ligt mijn eigenlijke roeping. Want toen ik dat boek gelezen had, toen dacht ik, ja, ik wil trappist worden. Dat is wat ik wil. En het was een open college. Dat wilde zeggen, je kon een keuze maken, ook tijdens de studie al, om elders naartoe te gaan. Dus als je daar meer naartoe trok. Nou, en ik ben dus met de leiding gaan praten. En ik kreeg toestemming om inderdaad dus met naar zo'n abdij toe te gaan. En dat was dan die abdij die hier afgebeeld staat, dus van Koningshoeve. Nou, daar heb ik een paar leefweken meegemaakt.
En toen ben ik in... Toen was ik 24, toen ben ik ingetreden. En dan heb ik alles bij elkaar 9 maanden in het klooster gezeten. Maar ja, er gebeurde er weer iets bijzonders. Ja, ik zeg altijd zo, ik geloof niet in toeval. Nee, ik denk dat, dat God, het gebeurt wel toevallig. Maar... Ja, maar het gebeurt wel, maar ik denk dat God een plan heeft met je. En daar blijft hij mee bezig. En zo trok hij mij steeds weer een bepaalde kant op. Dus op een gegeven moment moest ik daar dan weg, omdat het allemaal, waren toen nog 80 monniken tot 100 monniken in dat klooster. Maar ik zat in het noviciaat. En die novicemeester, die zei van, maar ik vind dit niks voor jonge mensen. Ik vind, die moeten in de wereld staan. En die heeft dat hele noviciaat daar weggehaald. Nee. En die is als een experiment gaan beginnen als stadsmonnik. En die heeft dat hele noviciaat meegenomen, maar ik wilde niet mee. Want ik was daar heel gelukkig en ik was daar heel graag. Maar op een gegeven moment riep de abt mij bij zich en dan zegt hij tegen mij van... ja, daar ben je toch eigenlijk veel te oud voor om hier tussen al die oude... of veel te jong voor om tussen al die oude monniken te zitten. Dus als ik jou was, zou ik de studie voor oppakken en weer gaan studeren. Nou heb ik mijn gym afgemaakt en toen ben ik gaan studeren aan de Rijksuniversiteit Utrecht. En dan heb ik theologie en filosofie gestudeerd. En ik was vrij student, ik was dus niet gebonden aan een bisdom, niet gebonden aan een congregatie of orde. Dus ik was ook vrij om de colleges te volgen die ik interessant vond. En ik volgde zowel de theologie van de protestantse faculteit als van de katholieke. Dus ik heb een hele brede scala van opleiding gehad. Nou, dat heb ik alles bij elkaar 7 jaar heb ik die studie voleindigd. Dus, en toen was het probleem van, ja, ik wilde met hart en ziel toen priester worden. En dat idee van monnik worden, dat was eigenlijk een beetje op de achtergrond geraakt. Okay. En dus ik ben echt opgeleid helemaal om priester te worden. Nou, dan heb ik meer dan 40 jaar ben ik pastoor en deken geweest van dekenaten in Limburg. Dus daar ben ik En uiteindelijk toch weer terug de orde in. En uiteindelijk is het, maar dat is ook weer een heel bijzonder verhaal. Want ik werd op een gegeven moment opgebeld door een student waar ik mee op het gymnasium had gezeten in Horst. En die belde mij op en die zegt tegen mij, zegt, goh, ik zit met een probleem en jij kent mijn ouders goed gekend en... Je kent mij ook heel goed en het ging over misbruik in de kerk en dat soort zaken allemaal. Ik zei, nou, daar wil ik je wel bij helpen en ook de brief opstellen als dat moet en al dat soort dingen. En nou, dan raakten we zo met elkaar in gesprek. En op een gegeven moment kwam ook het gesprek op Koningshoeve. Hij zegt, ik geef daar rondleidingen. Goh, ik zeg, dat is ook sterk. Ik zeg, daar heb ik vroeger in het noviciaat gezeten. En het vreemde is, dat was helemaal uit mijn geheugen verdwenen. Ik heb het er nooit meer aan teruggedacht. Terwijl ik elk jaar... ging ik ergens, net zoals Nathalie ook op retraite ging... ging ik op retraite in een of ander gasthuis van een klooster. Okay. En ik heb haast alle kloosters van binnen gezien... zowel van de Roerstreek als van Nederland... van de Benedictijnen en Norbertijnen. Ja, en toen heb ik zo af en toe een visje opgeworpen... van is er nog een mogelijkheid om trappist te worden? Kan dat nog? Nou, hij zei, dus ben je veel te oud voor. Daar moet je echt niet meer aan beginnen. Eerst was je veel te jong. Ja, en nu veel te oud, ja. Het is leeftijddiscriminatie, dat mag niet. Ja, maar ze werkte het wel. Ja. Nou, ik kan het ook wel begrijpen, want ze hebben liever dat je intreedt zo rond de 30 en tussen de 55. Ja. Die periode heb je ook wat levenservaring. Want het is toch, het is een mooi leven, maar geen gemakkelijk leven. Nee. Dus daar moet ik er wel eerlijk bij zijn. Vroeg opstaan, vroeg naar bed? 2:30 sta ik altijd op, ja, s'nachts. 2:30 is morgens. Ja, ja. Een hoop mensen gaan dan pas naar bed. Ja. Dus ik heb dan vaak al een hele dag achter de rug, zoals nu. Ging ik dus naar haar toe, naar Nathalie. Dan had ik eigenlijk al een dag achter de rug, zou je kunnen zeggen. Dus ik ben om 2:30 opgestaan. Hoe gaat het dan met de trappisten bier? Want even een gezellige avond een glaasje heffen, dat is er haast niet bij. Nee. Dus wij drinken alleen maar bier op de zondagavond als er een verjaardag in het klooster is. Dus alle verjaardagen worden gevierd op de zondagavond. En alles is verder in stilte in het klooster. Maar dan krijgen we een half uur de gelegenheid om met elkaar te praten. En hebben we het avondeten. En dan wordt er een biertje geschonken. Als wel een latrap, hè? Ja, tuurlijk. Okay, nee, we nemen geen vreemde merken aan. Dus houden ons bij je. Maar dan heb je een hele scala van mogelijkheden. Dus 8 soorten bier hebben we. Waar je in kunt kiezen. Heerlijk. En, dus dan nemen we er eentje. Hè? Ja. Heel veel mooie verhalen. Nog veel meer, denk ik, als dat we nu gehoord hebben. Ja, en veel uitgebreider dus. In een boek. Ja. Prachtig boek over het leven. Ja. Van een bijzondere man. Hmm. Vanavond neem ik een quadruppel of een Isidor en dan zeg ik, broeder Johannes, proost. Ja, ik sta ervan te kijken dat het zelfs in Schiedam bekend is. Ja, een heel heerlijk bier. Ja. Ik vond het een eer dat jullie aan tafel waren, allebei. Wanneer komt het boek uit, Nathalie? Wij hebben hem al, Wichem, hij is er nog niet officieel. Ja, na het weekend ligt het in alle boekhandels.
Dus en uiteraard in de kloosterwinkel in Berkel en Schot. Ja, want u heeft er ook toestemming voor moeten vragen om het uit te mogen. Ja, je kunt in de klooster niks doen buiten de abt om. Hè. Dus wij zijn een cenobitische gemeenschap. En aan het hoofdje staat een abt. En alles gaat via de abt. Dus tot het kleinste detail. Dus alles moet je vragen. Dus ook die dag dat ik hier naartoe wilde, moest ik allemaal vragen. Hè? Dus het gaat, je kunt niet zomaar het klooster uitgaan. Want wij hebben de gelofte van stabiliteit. Dat wil dus zeggen, je hebt je gebonden aan die plaats. En je komt in feite niet meer buiten die muren vandaan. Nou, dan zijn wij heel blij dat hij toestemming heeft gegeven. Ja, dus, en daar ben ik ook hem heel erg dankbaar voor. En een prachtig boek. Mooie verhalen. Een bijzondere monnik, zeggen we maar. Een bijzondere trappistenbroeder voor onder de kerstboom. Dank u wel dat u hier wilde komen. Graag gedaan, ja. Shana, heb jij nog iets? Zeker. Zaterdagavond is voor de derde keer in één week tijd een pizzacourier-overval in Schiedam. Deze keer werd op de Dirk Gerhardstraat een courier van zijn bezorgscooter getrokken door 3 man. De buit bestond slechts uit wat geld en pizza's. Het lijkt erop dat een bestelling werd gedaan door de daders en dat ze vervolgens de courier in de buurt opwachten en overvallen. Dezelfde courier werd een week eerder al op soortgelijk wijze overvallen. De politie neemt deze reeks overvallen hoog en vraagt getuigen zich te melden. Ook tips blijven uiteraard welkom. Domino's Pizza's heeft aangekondigd maatregelen te nemen door beter de bestelling vooraf te checken en na 8 uur 's avonds nog alleen bestelling aan te nemen die vooraf betaald zijn. En gisteravond was een overval op Cafetaria Jazz in de Gorza. We vroegen aan mensen op straat, bent u bang? Voelt u zich nog veilig op straat? Ja, ik heb daar geen problemen mee. Maar ik denk dat het ook is hoe je jezelf opstelt. Uit de kast een angstig vogeltje gaat lopen, ja, dan vraag je er eigenlijk een beetje om. Ik loop gewoon door en ik zeg iedereen vriendelijk gedag. En er is nog nooit wat gebeurd, afkloppen, maar hou je zo denk ik dan maar. Ik voel me gewoon veilig. Ja, ga wel. Ik bedoel, ik denk er nooit bij na. Nou, niet zo erg hoor. Nou, ik ben natuurlijk een oude man natuurlijk. Dat bedoel ik, hè. Mm-hmm. Ik bedoel, dan ben je een beetje bangig. Ik ben niet meer zo sterk natuurlijk. Nee. Ik bedoel, ik kom al jaren 's avonds niet meer buiten. Ook toen ik nog kon lopen. Ik blijf niet op bepaalde tijdstippen, bevind ik me niet op straat. Dat ik denk van, daar moet je niet naartoe gaan. Maar overdag, geen enkel probleem. Ja, er gebeurt van alles in Schiedam en het is niet altijd even leuk. Wat wel heel leuk is, is dat Gerard de Witte nog wat gaat spelen voor ons op zijn kistorgel. Een pivot, een herdersliedje. Thank you.
Ja, en ik zei pivot, maar het is een piva. Dat heb je als je je eigen handschrift niet kan lezen of je verkeerde bril op hebt. Sjaan, heb jij nog laatste nieuws? Ja, ik heb een oproep. Wie weet er meer over de gele fiets die altijd op de Lange Haven stond? Staat nu opeens op Bachplein. Zie het bericht op Pop-Up TV. Dit was Onder Ogen. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.